is er eentje jarig, wie zou dat nu toch zijn? Het is Christian, hij wordt 16 jaar. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja jongens, Christian is 16 jaar, hij zit nog even op school vandaag, maar straks dan komt hij thuis en dan is het feest, dan gaan we hem verrassen. Dus blijf het volgen hier in de vlog. De voorbereidingen gaan lekker. Nou, we zijn bezig nu met de tuin, alles zijn we een beetje op orde aan het maken. Parasols gaan omhoog. Straks gaan we lekker barbecuen met z'n allen, met wat vrienden en bekenden. Ook een aantal vriendjes van Christian, die komen straks even langs. En natuurlijk straks het cadeautje. We hebben natuurlijk een prachtig cadeau voor hem geregeld. Want ja, als je 16 bent, dan weet je het. Dan moet je ja, toch verwend worden, vind ik. Toch wel een soort mijlpaal. 16 jaar. We zijn ook alweer 16 jaar ouder, Maris. Oeh, zie je het? Hey, 16 jaar geleden. Rimpeltje erbij. De allereerste. Ik weet het nog goed, hij lag in mijn armen. Ik kon het niet geloven dat dat kind zo op mij leek. En nou is hij alweer 16 jaar. Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. Het is niet normaal. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg trots vandaag. Een hele trotse papa. Realiserend dat ik ook al 16 jaar ouder ben. Zo is het dan ook. Maar vandaag gaan we de bloemetjes buiten zetten. Er komt een prachtige taart. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb hem al op de foto gezien en jullie gaan hem straks natuurlijk ook zien. Dus ik zou zeggen, blijf het allemaal volgen. Want we gaan vandaag hier een feestje bouwen. Kijk, met jouw gewicht kan dat maar eens. Met jouw gewicht haal ik ook hoor. Dan kan je gewoon op de tafel staan. En dit is mijn domeintje. De plek waar ik het liefste ben. Wat ik zo ontzettend leuk vind, barbecuen. Nu gooi ik hier straks de speklapjes op en de carbonades op. Ik weet het, is niet goed voor me. Ik weet het. Maar het maakt vandaag niet uit, want dit is feest. En als het feest is, dan mag je af en toe even zonder. Maar ik vind het gewoon heerlijk om hier dan lekker te bakken. En dan voel ik me net Cas Spijkers. Ja, zo voel ik me dan een kok. Ik weet niet of ik een hele goeie ben, maar in ieder geval. Het is met liefde gemaakt, zeg ik altijd. En daar gaat het uiteindelijk. We verwachten een kleine 25, 30 man, geloof ik. Dus ik kan me lekker uitleven vandaag, hier achter de barbecue. De tuin is versierd, slingers zijn opgehangen, parasols staan uit, barbecue is klaar. Cadeau is ondertussen ook al gearriveerd, echt fantastisch mooi. Ik ben er gewoon een beetje jaloers op, kan niet anders zeggen. Een prachtige taart, serieus. Ik heb heel wat taartjes die langskomen, maar deze is wel heel speciaal. Het enige is, Christian gaan we nu ophalen, want die zit nog even op school. En dan gaan we hier lekker gezellig met vrienden en een aantal familieleden gaan we hier de 16e verjaardag van onze zoon vieren. Nou, ik zou zeggen, laat het feestvarken maar komen. Nee, ik deed weg niet. Zo, huppakee, uit school en dan komt hij hoor. We halen liefde Christian, omdat je 16 wordt en graag een scooter wil, heb je hier een scooter. Ja. Op de taart. Wat een prachtige scooter, jongen. Gefeliciteerd. En veel veilige kilometers. Alsjeblieft. Bedankt. Hey, is die leuk? En gefeliciteerd van je vader. Dank je wel. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiep de piep. Hiep de piep. Hiep de piep. Broem, 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 broem. Wat een prachtige scooter, zeg hé. Mooi hoor. Zo. Hij heeft er ook een sleuteltje bij. Nee, hij is zonder sleutel. Hij is kilo. Hij is kilo. Zo leuk, hè, die scooter. Hij is echt super. En ook zo leuk, hè, dat hij zo blij is met deze scooter. Wat heb je gekocht voor Christian, oma? Oh, dat mag je niet zeggen! Moet je zelf bekijken. Moet je even zelf bekijken. Nou, ik ben benieuwd wat oma heeft gekozen.
binnenhoor. Goeie hulp in ieder geval. Een ijskastje. Wat is die kamer, jongen? Dat is een superleuke dood, dames en heren. Christian is nogal heel erg op zijn eigen drankjes. En dan loopt hij weer een beetje zeg maar te voeteren als weer zijn favoriete drankje weer eens opgedronken is. Maar nou heb je eigen ijskast van oma, een dik voor elkaar show. Hoe mooi, hè? Hoe mooi is dat? Zullen we hem gelijk installeren? Nee, maar dat kan ik ook nog, hè? Hier, oh, wacht. Ze vult hem ook nog. Oh, ze vult hem ook nog even. Oh. Kijk. Wat even hierin zitten? Ja, alles. Nou, van alles. Colaatjes. Dik voor elkaar show, Chris. Nou, ik kom heel vaak op die kamer, Chris. Jij. Ik ben nu even in de garage. Christian zit buiten. Heeft net de taart gekregen. Is daar natuurlijk ongelooflijk blij mee. Maar ik ben even aan het kijken of het cadeau, of dat allemaal goed staat en of dat allemaal in orde is. Maar ik kan dat natuurlijk al zien. Er zit een enorme deken zit er overheen. Je kunt natuurlijk wel raden wat hieronder zit. Ik heb er een paar uur naar gekeken. Ik vind het echt ontzettend gaaf, ontzettend mooi. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd hoe zijn reactie is. We gaan het cadeau geven. En dan gaan we eens kijken hoe hij erop gaat reageren. 16 jaar is een mijlpaal. En daar hoort eigenlijk iets bij. Mee. Ja. Het moment supreme, zoals we dat zeggen. Nou, pak je cadeau maar uit, jongen. Ja. Holy shit! Oh shit! Papa heeft de sleutels. Ja, en ik dacht even zelf te gaan rijden. Ja, dat feest gaat niet door. En heel veilige kilometers. Alsjeblieft, jongen, de sleutels. Zo, die is mooi. Jij heel mooi. Ja, dat denk ik. Wat is je eerste reactie, Chris? Ja, fantastisch. Ja. Dat is wel heel gaaf, hè? Alleen, je mag er nog niet meer rijden, hè? Nee, je hebt nog geen rijbewijs. Maar ik wel. Ja, en ik ook. Maar ik heb de sleutel, dus. Ja. Maar zaterdag heb je praktijk. Ja, maar het is toch een... En maandag afrijden, dus dan mag je rijbewijs voor hebben. Maar je mag er wel heel even starten, hoor. Je mag een heel klein stukje mag je wel uit de garage. Dit. Hey. Hij gaat alleen niet harder dan 25 km per uur. Mooi, jongen. Is die mooi of niet? Die is echt mooi. Hij is alles even aan het uittesten. Pinkers. Je moet remmen, noem alles maar op. Hij moet nog even wachten, want zijn rijbewijs moet officieel worden. Als het goed is, aanstaande maandag. Dus hij mag er vandaag alleen nog maar naar kijken. Kijken. Ja, ik ben mooi. Doe maar even toeteren, Chris. Leuk, hè, jongen? Mag je 2 dagen volhouden toeteren? Ja. Hey, nou is je extra gedreven om het te halen, natuurlijk. Dat zeker, ja. Ja, ja. Goed uit, pap. Ziet het er goed uit, jongens? Maakt het ook allemaal lekker? Dik voor elkaar, hè? Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot vlogs allemaal. Doeg!